Welkom terug nieuws over Marco Borsato. Ja, daar komt het uh, echt een paar knoops mee die hem bijstaan in die geruchtmakende zaak. Uh, zij verwachten eigenlijk dat de uh, komende maand wordt beslist of Marco moet voorkomen of niet. En dat zou natuurlijk wel heel goed nieuws zijn na bijna twee jaar bummelen. Ja. Want dat is wat er met Marco aan de hand is. En uh, niemand weet nou precies wat er, wat er aan de hand is. Het gaat overigens niet over die voice-zaak. Daarin was er te weinig bewijs. Uh, maar het gaat over die zaak uh, van dat. En nee, daar gemeen... was niet was te weinig. Was geen, geen, geen bewijs. Maar, ja, uh, het gaat hier om de zaak van die moeder die in dat dagboek heeft gelezen: van haar dochter, dat zou een minderjarig meisje zijn, die zou ja. onzedelijk zijn, betast door, door, door Marco. Uh, nou, Knoops laat weten dat het uh, onderzoek van de politie er uh, in een afrondende fase zit. En uh, dat het OM verwacht uh, binnen nu en een maand, dus. Een uitspraak te kunnen doen. Dus ja, dat, ik denk dat het voor Marco wel een heel, hele opluchting is. Al denken. Ik weet niet welke kant het op gaat. Nee, precies. Dat weet je natuurlijk nee. niet. Maar um, um, ik denk ook dat we er dan nog niet zijn. Ja, als, hij helemaal, als er natuurlijk geen onderzoek komt, dan, dan is het fijn. Mm -hmm. um, maar dan kunnen mensen ook nog, nog in hoger beroep, volgens mij, of andere procedures starten. Dus. Maar laten we hopen dat het dan in ieder geval, in ieder geval voorbij het is. Het lijkt schot in de zaak. Ja, we hebben uh, Knoops uh, vanavond nog even gesproken. Hij nuanceert het wel. Hij zegt op dit moment kunnen we nog niet concreet iets zeggen. Maar het OM zal dit najaar, denken wij, een beslissing nemen. Dat is een inschatting. Maar zeker zijn we daar niet over, want ze hebben nog geen datum van het OM doorgekregen.